Het Nederlandse medialandschap is volgens trouw meneer Jurien Hamer onherkenbaar veranderd in het jaar 2023. Roddel en achterklap was nog nooit zo groot, schrijft hij in de krant. Het was ooit voorbehouden aan de privé en story, maar inmiddels is de roddel overal, en zijn de gêne en schaamte nergens meer te bekennen. Het is geen wonder dat de Wilfred Geneeshow vandaag een site zo'n succesvol programma is, vervolgt Jurien. Zonder blikken of blozen worden voormalige tafelgasten voor het oog van de kijker geprezen of gekraakt, iets dat in de chic talkshows van weleer toch ondenkbaar was geweest. Zoiets zou Matthijs van Nieuwkerk nooit gedaan hebben in de wereld draait door, stelt deze meneer. Vandaag een site is het epicentrum van Roddel. Vandaag een site speelt volgens hem vrijwel alles op de man. Maar dat hoort bij Roddel: je kan je veel beter over mensen opwinden dan over dossiers. Nederland gaat de Engelse tab als onderdeel van het achterklap-ecosysteem Polaris eert VI de democratie, al dus Jurien. Roddel is onderbuikethiek die mensen reduceert tot karikaturen, en weinig geduld heeft voor nuances. Geroddel brengt de mensen niet dichter bij elkaar en dat vindt Jurien onwenselijk. In de roddelwereld floreert de pestkop, die met een lach alle kritiek wegwuift, en met gevoel voor show zijn vizier richt op het volgende slag, en VI... Dat is de allergrootste pestkop van allemaal, suggereert hij. Onders